Als het om ADO Den Haag ging de afgelopen weken, werd er helaas niet zo heel veel gesproken over het voetbal, maar om de veldperikelen. Ja. Twee afgeloste wedstrijden. Wordt nu gegraven, er komt een kunstgrasveld in. En dat kunstgrasveld moet dan op 26 oktober aanstaande tegen FC Twente gereed zijn. Ben je overtuigd dat het dan ook klaar is? Ja. Ja, ja, dat hebben de mensen van de gemeente en de mensen die het aanleggen, die hebben ons dat aangegeven dat het klaar is 23 oktober. Maar vertrouwen die nog? Jawel. Want die hebben volgens mij ook gezegd dat je kon voetballen Als je het vertrouwen in de mensen gaat opgeven, dan is dit een hele lastige situatie. Maar als ze hun woorden niet nakomen, dan ga je er wel aan twijfelen, toch? Ja, maar de manier waarop zij nu hebben uitgelegd en hoe ze gaan werken. Hè, bijvoorbeeld, het is ook slecht als het regent om het kunstgras aan te leggen. In verband met het lijmen, nou, dan zouden ze ook allemaal tenten eromheen bouwen. En zij hebben aangegeven dat het uiterlijk 23 oktober klaar is. Dan moet het ook klaar zijn, want dan moet het getest worden door de KNVB. En ik denk dat ze ook de ernst van de situatie wel inzien. Dat als het niet klaar is, dan wel echt een heel groot probleem hebben. En zij liggen, wat ik begrepen heb, nog zelfs voor op schema op dit moment. Het is een veld uit Dordrecht? Ja. Nou, niet van Dordrecht. Van FC Dordrecht. Ja. En daar is al op gevoetbald? Hoe bedoel je, op dat veld wat nu in staat? Door jullie? Nee. Dat is een nieuw veld? Dat is een nieuw veld. Okay. Ja. En dat is hetzelfde veld wat bij Dordrecht ligt. En bij meerdere ploegen in de Jupiler League. Ja. Wat nou als die test niet slaagt? Hoe bedoel je de test van het veld? Of het 23 oktober. Ja, maar ze hebben ons. Want hij is al een keer eerder getest, deze mat. Dus dat is de reden ook waarom we de mat van Dordrecht hebben gekozen. Wij wilden eigenlijk de mat van Heracles. Nou, die krijgen we volgend jaar. En de reden waarom we nu Dordrecht hebben gekozen is dat ze ons absoluut de zekerheid hebben gegeven dat hij wel door de test komt. Goed zo. Hoe kijk je trouwens helemaal terug op die veldkwestie van de afgelopen tijd? Eén ding is zeker, het heeft wel de aandacht van de magere prestaties even weggenomen. Ja. Maar hoe heb jij dat als trainer allemaal ervaren? Al het gedoe? Nou, dat is natuurlijk heel rommelig. Daar zit je als trainer niet op te wachten. Het feit is al dat wij wisten dat dit een heel rommelig jaar zou worden. Met de accommodatie, omdat we in januari naar het Zuiderpark moeten en we moeten naar het Forumpark. Nou, dan moet je je voorstellen dat jullie zijn wel eens bij ons, dat alles mee moet. Alle kantoren, het krachthonk, het spelershome, alles moet daarheen verhuisd worden, moet verbouwd worden. Dus dat gaf ons al, daar waren we al heel lang mee bezig. Dat had van ons al zoiets. En dan zouden we SV Lee bij Leidschendam zouden we gaan trainen. Dat was ook niet ideaal, maar ja, wij konden niet anders, want op het Zuiderpark blijven kon niet. Nou, dat betekent dat je heel snel moet gaan schakelen nu het kunstgras in het stadion komt. Dus afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, gaat die wedstrijd eruit. En binnen 2 uur hoor je ook dat je direct over moet op kunstgras. Dus ja, dat is wel schakelen voor een staf, maar ook voor een ploeg. Ik bedoel, daar hebben we een aantal jongens erbij die daar niet heel blij mee waren met het kunstgras. En, wie dan? Want we zijn even langs geweest, we hebben geen enkele negatieve wanklank gehoord. Nou ja, dat hebben bij mij in het groepsgesprek hebben een aantal spelers aangegeven dat ze niet zo blij mee waren. Maar goed, daar hebben we mee te maken en zij zullen daar toch mee om moeten gaan. Maar het feit is wel dat het wel rommelig is. We willen nu zo snel mogelijk over naar het Vogelpark en daar gaan huisvesten. En dan hopen we dat we daar in ieder geval het voordeel van de kunstgrasmat kunnen krijgen. Trekken jullie op 26 oktober de deur dicht op het Zuiderpark? Nou, dat zal te vroeg zijn. Ja. Maar je gaat wel trainen, neem ik aan, in het stadion. Vanaf dan? Als dat kan in combinatie met het hele verhaal wat we in het voortraject doen. Dus we hebben 1 groepstraining om 11:30. Maar daarvoor zitten we ook met groepjes of op het veld of in het krachthonk. Dus dat moet allemaal passen. Maar we zullen wel regelmatig daarheen gaan om op het veld te trainen. Maar ja, dat is waarom ik ook aangegeven heb zo snel mogelijk naar het stadion te willen. Ga je de komende week ook trainen bij Dordrecht? Nee, want als het goed is. Nee, want deze week spelen we eerst bij Zwolle. Dat doen we nog op de aftrap. En als het goed is, is de dinsdag of woensdag voor de wedstrijd tegen Twente is het veld klaar. De 23e. Ja, dus ja. Dan zou ik voor 1 wedstrijd naar Dordrecht moeten of hoeven. Maar dat is op dit moment geen optie.